Welkom bij Happy Hooggevoelig. Mijn naam is Marianne van der Werf en in deze podcast wil ik je inspireren om voluit van het leven te genieten. Wil je ook leren hoe je vanuit je innerlijke kracht en gevoeligheid met minder inspanning meer geluk kunt ervaren? Heb je zin om positief, energiek en vrij van onzekerheid en angst door het leven te gaan? Dan is deze podcast voor jou bedoeld. Door mijn werk als therapeut en mijn eigen vallen en opstaan leerde ik wijze levenslessen die ik graag aan jou doorgeef. Samen op weg naar een licht en ontspannen leven. Ga je mee? Hoi hoi, welkom terug bij Happy Hooggevoelig. Het onderwerp van deze podcast is spreek uit wat je wilt, wat je nodig hebt, wat je behoefte is, wat je graag wilt. Zei ik al, wat je niet wilt, waarom? Ik val gelijk met de deur in huis. Een ander kan niet ruiken wat jij wilt, wat goed voor jou is, wat je nodig hebt. Een ander kan niet zo voelen zoals jij wat je nodig hebt. Bedenk dat je hoogsensitief bent, dat je hooggevoelig bent. En dat jouw voelsprieten op een andere manier werken. Dat jouw voelsprieten sterker werken. Dat jij, doordat je spiegelneuronen een verhoogde activiteit hebben, kun je dus veel sneller aanvoelen wat een ander nodig heeft. Kun je je veel sneller en makkelijker inleven. Jouw empathisch vermogen is vele malen sterker dan bij iemand die niet hooggevoelig is. Dat betekent dus ook dat een ander, wat jij wel kunt, niet kan. Een ander, een hoop, een aantal mensen wel natuurlijk, maar veel mensen kunnen dat niet. Dus wat voor jou heel erg gewoon is, is voor een ander niet vanzelfsprekend, niet gewoon. En daarmee bedoel ik dat jij heel makkelijk kunt afstemmen en kunt invoelen wat een ander nodig heeft. En dat jij heel erg rekening houdt met de behoeften van een ander. Dat is iets wat van jou is. En wat heel erg gekoppeld is aan jouw hooggevoeligheid. Maar automatisch denk je dan heel vaak dat het heel normaal is dat iedereen dat wel kan. En hele simpele voorbeelden. Wij waren dus vorige week op wintersport. En ik heb heel snel last als de tv aanstaat. Oh ja, dat was pas bij mijn schoonouders ook. Die hebben, als ze daar op visite zijn, hebben ze altijd de tv gewoon aan. En waarschijnlijk horen ze dat helemaal niet meer als de visite komt. Maar ik heb daar gigantisch veel last van. En hoe meer mensen er dan zijn, en we zijn in gesprek, op een gegeven moment kan ik gewoon dat gesprek niet meer voeren, omdat die televisie of die radio gewoon voor mij enorm storend is. En de laatste tijd vraag ik daar dan ook naar. En pas heb ik daar weer te lang mee gewacht. En toen zei ik op een gegeven moment ook, mag de tv wat zachter, want ik heb er zoveel last van. En dan zegt mijn schoonvader, oh, waarom zeg je dat dan niet eerder? Denk ik, ja, waarom zei ik dat nou niet gelijk? Maar ik denk dan, ik heb het al een paar keer gezegd, dus dan weet je toch onderhand dat ik daar last van heb. Maar zij staan daar dus totaal niet bij stil, omdat ze daar zelf geen last van hebben. En daarom is dat topic ook, spreek uit wat je wilt, hoe het voor jou is. Want een ander kan dat dus niet aanvoelen en ook niet 1, 2, 3 begrijpen. En dus gaan ze daar ook niet uit zichzelf op anticiperen. Dus jij zult mogen leren, ik zeg niet moeten leren, maar mogen leren, om dat gewoon te gaan vermelden, om dat gewoon te gaan uitspreken. Warm, kou, weet je, dat zijn van die interne prikkels van je lijf en externe prikkels waar ik laatst ook een podcast over maakte. Dat werkt bij jou gewoon anders. En de eerste stap van jou is dat je daar oké mee wordt. Dat je realiseert dat het voor jou gewoon anders werkt. En of het nou geluid is, een lamp, een ander peertje in de lamp omdat de lamp te fel is, een zoemend geluid, een knipperend lampje van de tandenborstel, oplader, de afzuigkap. Allemaal van die hele kleine dingen die een ander niet opmerkt, waar een ander geen last van heeft. En dat is thuis, dat is op de werkvloer, dat is bij vrienden. Weet je, meld het gewoon. Ga het gewoon leren uitspreken. Ga er
oké mee zijn dat het bij jou anders is. En het zijn soms van die hele kleine dingetjes die wel dan in je systeem gelijk rust konden geven. Van de week ook in het appartement zaten we tv te kijken. En dan vraag ik wel van kan iedereen het nog horen als ik hem wat zachter zet. Want het hoeft ook niet zo te zijn dat een ander het niet kan horen. Maar ja, ik zette hem iedere keer zet ik de tv wat zachter. Want dan zat ik gelijk een heel stuk ontspannender, een heel stuk chiller. En, maar we zijn zo gewend om mee te gaan in de stroom van hoe een ander dat doet. Omdat ze daar geen last van hebben. Maar jij mag aangeven waar je, hoe het voor jou is. En hoe jij het graag wilt hebben. En wat voor jou fijn is. En ja, iemand die om jou geeft, iemand die jou serieus daarin neemt, die zal daar ook helemaal geen moeite mee hebben om daarin te anticiperen, om daar te zeggen van ja joh, doe gewoon je ding en nee, geen probleem hoor. Een opgeruimde ruimte om je heen bijvoorbeeld, dat is gewoon ook heel vaak, geeft ook vaak een heel stuk rust. Als er rust om je in de kamer is, als er niet overal rommeltjes liggen en je mag je ook afvragen, iemand die daar lacherig over doet, of iemand die jou daar niet serieus in neemt, of iemand die daar moeilijk over doet. Van ja, wil je zo'n persoon dan wel in je omgeving hebben? Ik merk heel erg het verschil tussen mijn vorige partners en Marco. Marco die is daar veel liefdevoller in en veel begripvoller. Ja, zelf ook veel gevoeliger, dat scheelt ook, maar dat is wel heel erg fijn en dat is ook eigenlijk wel wat wij nodig hebben. Een omgeving die daar gewoon begrip voor heeft en jou daarin serieus neemt en jou daar hopelijk ook een stukje in ondersteunt. In ieder geval daarin de ruimte geeft om jezelf daarin te zijn. En ik pak ook dit keer expres van die hele kleine voorbeeldjes eruit. Omdat als je daarmee gaat oefenen om dat soort kleine dingen uit te spreken en daar gehoor aan te gaan geven en daarin ook een stuk respect te vragen, maar ook jezelf vooral in gaat erkennen en serieus gaat nemen. Want daar begint het mee. Want als jij jezelf daarin niet serieus neemt, gaat een ander jou daar ook niet serieus in nemen. Dus ga daarvoor staan. Ga daar echt een standpunt innemen van ja, maar dit ben ik en zo werkt dit voor mij en dit is voor mij belangrijk om het op deze manier vorm te geven en in te richten. Een lekker plekje in huis is heel erg belangrijk, weet je. Het zijn van die kleine stapjes die je kunt nemen waarin je kunt leren om voor jezelf op te gaan komen. En jezelf uit te gaan spreken. En als je daarin gaat oefenen, dan kun je op een gegeven moment ook grotere wensen en verlangens gaan uitspreken. Voeding is ook zo'n dingetje. Temperatuur noemde ik al. Je rustmomenten. Ik trek me even terug, want ik heb er gewoon behoefte aan om eventjes alleen te zijn. Vroeg naar huis gaan, omdat je vol zit. Ik ga lekker naar huis, want ik vond het super gezellig. Maar ik merk dat mijn hoofd vol zit. Of ik merk dat ik voldoende prikkels binnen heb gekregen. Ga je uitspreken. Ga gewoon voorstaan. Ga echt volgen wat jouw behoefte is, wat jij nodig hebt. Volg dat buikgevoel naar aanleiding van mijn vorige podcast. Want dat is ook alignment. Dat is ook in lijn zijn met wat je nodig hebt, met je eigen behoeften, wat goed voor je is. En vorige keer had ik het over hele grote veranderingen in mijn leven, maar ook juist die kleine veranderingetjes, dan voel ik gelijk al, dat. En dan, daar word je blij van, want dat is wat je nodig hebt. Nog een heel simpel voorbeeld. Mijn man die heeft het heel snel koud in bed en ik heb opvliegers, ik heb het heel snel warm. Wij zijn van plaats gaan wisselen. En dat was in het begin, de eerste paar weken, vonden we dat echt lastig. Maar nu lig ik bij het open raam. En hij ligt er wat verder vanaf. En als ik het dan warm heb, dan gooi ik even de dekens weg. En dan zet ik het raam een stukje verder open. Of ik zet de ventilator helemaal aan mijn kant. Heel simpel. Maar ik had het ook niet kunnen doen. En dan had hij het altijd koud gehad, want het raam staat te ver open. En ik had het nog steeds warm gehad, omdat ik te ver bij het raam vandaan ligt. Het zijn maar hele kleine, misschien wel bijna belachelijke voorbeelden. Maar ze maken voor een HSP'er
en voor jou hopelijk wezenlijk verschil door dat te gaan uitspreken en daar gehoor aan te geven en vooral daarin jezelf serieus te gaan nemen. Want het mag op een manier die voor jou goed voelt. En voor een ander haalt het waarschijnlijk helemaal niks uit. En die zal zeggen, joh, had het maar veel eerder gezegd. Korte podcast, maar ik hoop een hele helpende podcast en een hele erge hart onder de riem. Misschien zelfs een beetje een schop onder je billen. Maar een bevestiging van dat het oké is dat jij dingen gewoon opmerkt en van dingen sneller last hebt. Dus een andere behoefte hebt waar je echt naar mag gaan luisteren. Wil je informatie over de alignment training, die overigens veel en veel dieper gaat, want die gaat echt met de belemmerende overtuigingen en het luisteren naar je lichaam en het luisteren naar je hart en dergelijke aan de gang. Wil je er meer info over? Kijk op zienswijs.nl. Ik denk als je deze podcast hoort dat de pagina inmiddels online staat met alle info. Wil je weten of die voor jou geschikt is? Stuur gerust een mailtje naar marianne@zienswijs.nl. Of stuur een berichtje. En ga aan de slag met je uitspreken. Doeg! Dank dat je luisterde naar Happy Hooggevoelig. Heeft deze podcast je nieuwe inzichten gegeven? Je doet me groot plezier met een recensie op Apple Podcast. Je kunt je natuurlijk ook abonneren op dit kanaal in jouw favoriete podcast app. Want elke week staat er een nieuwe aflevering voor jou klaar. En wil je nu zelf aan de slag en meer lichtheid ervaren? En sta je open voor nieuwe inzichten en verandering? Neem dan vooral eens een kijkje op mijn website www.zienswijs.nl. Daar help ik je graag nog verder. Zie ik je daar?